Dit is sinds kort het optrekje van Ingmar Vos. Hij woont er samen met twee andere atleten. En ze hebben een gezamenlijk doel. De Olympische Spelen halen. En om dat te bereiken moest Vos 3 jaar geleden wel naar Birmingham verhuizen. Faciliteiten zijn gewoon een stuk beter hier. Je kan gewoon elke dag binnen trainen. Of buiten wat je zelf wil. En in Nederland is dat gewoon heel moeilijk. Oh ja, ik ben net op weg naar Love Row om horden te doen en hoog. Op een half uurtje rijden van Birmingham ligt het dorpje Loughborough. Op het complex van deze universiteit mogen alle Engelse topatleten trainen. What you got? Wait. I might jump outside. Hoofdcoach van de Britse bond is de Nederlander Charles van Commenay. Hij regelde dat ook de atleet van het Rotterdamse pak zich hier mag voorbereiden. In Rotterdam, ja, het klinkt heel hard, maar ja, wilde ik op mijn eigen baan trainen, dan 's middags kan het gewoon niet. Dan zijn de scholen bezig, ik word gewoon weggestuurd van de baan. Je moet kom maar later terug of wat dan ook. De baan is nu gehuurd door school of de gemeente of wat dan ook. Ja, en dat kan ik me niet veroorloven. Ik moet gewoon 's ochtends en 's middags kunnen trainen, wanneer ik wil trainen, elk onderdeel wat ik wil doen. En nu trainen ze maar met allemaal mensen met één visie. En dit is zeg maar gebouwd om maar één ding. En dat is mensen helpen om zo goed mogelijk te presteren. Ingmar Vos from the Netherlands. Oh, he's feeling comfortable and cocky. Onder leiding van zijn Britse coaches boekt Vos veel progressie. Bij het polstok hoogspringen is zijn record omhoog gegaan van 4,40 meter naar 4,80. En ook het normale hoogspringen gaat zichtbaar vooruit. Oh, Vos is on fire! Het werd uiteindelijk een klein wedstrijdje in de training. En sprong geloof ik 2-2. Dat is wel een goede hoogte. Nog nooit gehaald in training, dus dat is een trainings-PR om maar zo te noemen. Zijn huisgenoot Simon Velen heeft deze ochtend vooral op andere vlakken progressie geboekt. 'S Middags moeten ze allebei naar het Birmingham Alexander Stadium. Simon springt binnen hoog en voor Vos staat discuswerp op het programma. In dit stadion zal tijdens de Spelen waarschijnlijk Usain Bolt trainen. Als dat doorgaat, moet het publiek zelfs entree betalen om de sprintkoningen aan het werk te zien. Het is duidelijk, de Olympische gekte begint op gang te komen. Alles is al gericht op de Spelen. Alle sponsoren hebben het er alleen maar over die de Spelen zogenaamd helpen en dat soort zaken. En, ja, alles is gericht op één ding en dat is volgend jaar. En dat hoor je ook aan de atleten van ja, we hebben ons gekwalificeerd voor de WK. Maar het hoofddoel is volgend jaar. En datzelfde idee heb ik ook. De WK is mooi, het is goed. Maar daar hoop ik me ook te kwalificeren voor de Spelen. Maar tot nu toe gaat alles precies zoals ik het wil en zoals we gepland hebben met de andere coaches en zo. En, het gaat goed en het is gewoon een kwestie van nu een goede wedstrijd neerzetten. En dan zou die limiet in principe geen probleem moeten zijn. Voor zijn huisgenoot wordt dat lastiger. Als Vos hem binnen opzoekt, treft hij daar ook Philips Idowu, hier rechts met de haarband. Hij is tweevoudig wereldkampioen hinkstapsprong. Dat Vos het goed naar zijn zin heeft tussen de Britse atleten blijkt wel als ze bespreken waar ze 's avonds gaan eten. Ze eten uiteindelijk gewoon thuis. En daar gaat het ook maar over twee dingen: atletiek en de Olympische Spelen. Alleen de crème de la crème van alle sporten. Mag daarheen. Daarom zijn de limieten ook zo hoog. En ik denk ook, de Nederlandse limiet is ook die is behoorlijk hoog. Dat is gebaseerd op een top 8 plaatsing op de Spelen in principe. Feliciteer die gasten van mij even en slaat Roy even op zijn bek en dan spreek je volgende week. Het geeft gewoon iets van dat je zegt van ja, dan hoor je er wel echt bij. Ik heb nou de EK gehaald, ik heb de WK gehaald. Dus het is eigenlijk ook het enige wat nog overblijft.